fashion design is voor mij het ontwerpen van een outfit voor iemand, voor een klant. Helemaal vanaf nul bedenken wat je voor diegene gaat maken. En uiteindelijk laat je diegene ook shinen in die outfit. En dat vind ik helemaal geweldig. Hoi, ik ben Samine Staartjes. Ik ben ontwerpster. Ik maak kleding voor klanten, artiesten, mensen in theater. Wat ik eigenlijk doe is mensen opmeten, patronen maken, het ontwerp maken, naaien. En uiteindelijk geef ik het ook aan de klant. Die gaat het uiteindelijk ook dragen. En in deze video laat ik je zien hoe je je eigen stijl kan ontdekken, je eigen identiteit. Dus ik wens je veel plezier met het kijken hiervan. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om te weten wie je bent als ontwerper? Je denkt misschien van, nou, moet ik er zo uitzien als die paradijsvogel al zei? Nou, dat hoeft niet, maar het is wel belangrijk dat je weet, wat heb ik nou te brengen aan de wereld? Wat is mijn unique selling point, mijn USP? En daar ga ik je wat meer over vertellen. Hoe weet je nou wat jouw identiteit is en wat jij te brengen hebt aan de wereld, is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag. Dus we gaan hem makkelijk beginnen. Probeer 5 woorden op te schrijven over jezelf, wat jou echt typeert. En in mijn geval is dat ik graag positiviteit wil brengen aan de wereld. En ik doe dit door middel van humor, kleur bijvoorbeeld. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat iedereen meetelt in de wereld. En dat vertaalt zich bij mij dan in dat ik kleding maak voor iedereen, alle maten, groot, klein, dik, dun. Mijn kleding is voor iedereen. Dat betekent dat het ook voor elke portemonnee beschikbaar moet zijn. Dus ik maak kleine, wat goedkopere dingen tot duurdere dingen voor de grotere portemonnee. Zo vertaal ik eigenlijk die dingen die ik wil brengen aan de wereld. En natuurlijk is het allemaal in één hele grote kleur en ethisch saus. Maar dat is gewoon de stijl die ik fantastisch vind. Dus bij die woorden kan je ook bedenken welke stijl of welk jaar of welke sfeer vind ik nou echt heel tof. En zo alles tezamen gooi je dit in één grote soep. En is dat eigenlijk wat jou anders maakt dan alle anderen die er al zijn? Nou, als je dus die kernwoorden voor jezelf hebt bepaald, zijn natuurlijk hele fijne leidraden om bijvoorbeeld in Google in te toetsen. En als ik bijvoorbeeld zeg, ik vind positiviteit belangrijk, zou je of op Pinterest of op Google, ga dat woord gewoon googlen. Doe het ook in het Engels, in het Nederlands. En vind beelden die jou inspireren. En dat mag gewoon nog best wel globaal, kan je dat zoeken. Maar ga niet alleen op de computer. Doe ook die laptop dicht. Of gooi hem weg. Ga naar buiten en ga gewoon echt eens even kijken. En dan ga je zien dat je echt ander soort inspiratie gaat opdoen. En je kan letterlijk overal inspiratie uithalen. En ik geef wel eens als tip, ga gewoon ergens staan en ga echt kijken heel lang naar iets. En dan denk je vast, nou, ik zie hier echt geen inspiratie, maar probeer eens langer te kijken naar iets. Nou, ik zal je een voorbeeld geven hoe ik mijn inspiratie opdoe. Bijvoorbeeld gisteravond ging ik even lekker mijn nageltjes lakken, want ik wil voor deze video er goed uitzien. En ineens zie ik, ik heb zo'n stokje waar ik dan de overige nagellak mee weghaal. En ik zie ineens hier allemaal kleuren samenkomen. En er gebeurt gewoon iets in mijn hersenen dat ik denk, ja, dit is het. Maar het is zo'n klein deel. Ik heb het even in het groot over elkaar heen gedaan. Maar er gebeurt iets in mijn brein en dit is waardoor ik inspiratie haal. En het zijn dus eigenlijk gewoon toevalligheden. Kan ook gebeuren in een prullenbak of op straat vind je een snoeppapiertje op de stoep met de kleuren daarvan. Maakt niet uit, maar probeer jezelf te dwingen om eens anders te kijken naar de gebruikelijke dingen in de wereld. Oké, we hebben het nu gehad over je kernwaarden en waar haal je je inspiratie vandaan. Wat nog een hele belangrijke vraag is, wat heb jij nou te vertellen aan de wereld? Wat maakt jouw brand of jouw merk of jouw kleding nou anders dan alle anderen, dan alles wat er al is? Nou, en in mijn geval, mijn slogan voor mijn bedrijf is bring more color to your life. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik überhaupt mijn bedrijf ben begonnen. Namelijk, ik vond dat de wereld wel wat meer kleur kon gebruiken. Als je op het straatbeeld kijkt, dan zie je gewoon, vind ik, te veel saaie kleuren. En laten we nou wat lekker wat meer kleur dragen. En dat is dus wat ik te vertellen heb aan de wereld. En dat doe ik dus niet alleen door middel van het laten zien van hier, koop kleurrijke kleding. Het gaat natuurlijk ook om het hele gevoel erbij. We staan nu ook in mijn winkel, die natuurlijk ook heel kleurrijk is. Eigenlijk alles wat ik aanraak,
krijgt ook gewoon kleur. En dat is precies wat ik te geven heb of te brengen heb aan de wereld. En wat zou dat nou voor jou zijn? Wat maakt jou nou die ontwerper wat alle anderen niet zijn? Wat maakt jou bijzonder? Dus eigenlijk maakt het niet uit wat voor product of wat dan ook je gaat ontwerpen. Maar het is vooral gewoon belangrijk dat je weet wat jij gaat brengen aan de wereld. Wat heb je te vertellen? Wat vind je belangrijk als persoon? Wat wil je meegeven aan de mensen? Stel je voor je hebt een winkel. Wat zou het gevoel zijn dat mensen moeten krijgen als ze bij jou binnenkomen? Is dat een vrolijk gevoel of is dat een minimalistisch gevoel? Ga voor jezelf eens na, wat voor gevoel zou ik willen geven aan mensen? Uiteindelijk gaat het tegenwoordig niet meer om gewoon het sec kopen van een product. Maar je wil een bepaalde sfeer weergeven. Een soort branding om je hele product heen. Dus stel je voor, je zou dit al vertalen naar beeld. Hoe zou die sfeer eruit zien van jouw product? Dan gaan we het hebben over doelgroep. Want je kan natuurlijk wel heel leuk je product maken, maar uiteindelijk wil je ook dat mensen je product kopen. Hoe bepaal je nou wie jouw doelgroep is? Dat is een hele moeilijke vraag. Vind ik zelf ook heel moeilijk. Ik ben nu 10 jaar bezig met mijn bedrijf en mijn doelgroep is ook steeds aan het veranderen. Ik verander zelf steeds, ik word ouder. Dus je doelgroep verandert eigenlijk ook. En je moet daar ook wel een beetje voor openstaan. Dat je doelgroep mee beweegt. Dus je kan wel het ene bedenken, maar waarschijnlijk gebeurt het ander. Ik heb ooit een keer gehad, ik had allemaal jasjes en leggings gemaakt. Ik dacht, nou, die jasjes gaan verkopen supergoed. Nou, uiteindelijk verkochten die leggings supergoed. Dus je kan dat ook niet helemaal van tevoren bedenken. Maar wat een goede tip is, presenteer je product aan verschillende mensen en kijk ook verder dan ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Desnoods mensen op straat. Laat ze je product zien en vraag ze gewoon wat ze ervan vinden. Jong, oud, maakt niet uit. En ga er op die manier naar kijken van, hey, welke doelgroep, waar valt mijn product bij in de smaak? Oké, dan heb je dus bepaald wie je doelgroep is. Maar hoe ga je nou je doelgroep bereiken? Kijk dus wat voor leeftijdscategorie het is. Zitten die op Facebook, zitten die op Instagram, zitten die op TikTok? Kijk naar hoe je ze bereikt, maar ook hoe je dus laat zien wat jouw product is. Ik vind het altijd belangrijk dat mijn foto's van hoge kwaliteit zijn, omdat ik ook denk, als mijn foto's niet van een goede kwaliteit zijn, denken mensen misschien ook wel dat mijn kleding niet goed genaaid is. Is het nou wel jouw brand dat het een beetje lekker smoetselig eruit ziet, ik zeg maar wat, dan is dat natuurlijk ook goed, maar blijf daar wel consistent in hetgeen wat jij te vertellen hebt. Dan komen we nu bij het leukste onderdeel, namelijk je product. En ik ga je niet uitleggen wat je product is, hoe je dat moet maken. Dat weet je allemaal zelf of leer je wel op school. Maar wat ik je wel ga vertellen is, hoe begin je nou? En je begint altijd met een moodboard. Althans, ik begin met een moodboard. Dat is de basis van je product. En in dat moodboard laat je zien wat de sfeer is, wat je kernwoorden zijn, wat je doelgroep is. En kijk ook naar de manier hoe je dat moodboard maakt. Knal je het allemaal op een prikbord of ga je het heel netjes uitknippen, strak langs elkaar plakken of je scheurt het misschien. Nou goed, de manier hoe je het moodboard maakt zegt ook iets over de sfeer van je product. Nog een tip voor het maken van je moodboard. Ga nou niet alleen maar uitgeprinte plaatjes opplakken van mensjes in kleding, maar kijk dus ook verder de dingen op de grond of scheur het net iets anders af. Stel je vindt alleen een oorbel interessant, knip de rest er dan van af. Of zoom eens in met een camera als je ergens op straat loopt. Dus haal niet alleen je inspiratie uit bestaande kledingstukken, maar kijk gewoon veel meer om je heen. Zorg dat je telefoon met je camera altijd bij de hand hebt. Maak desnoods een mapje in je telefoon met inspiratiebeelden. En op die manier kan je, als je een keer een moodboard moet maken, het heel snel heb je het bij de hand en kan je het opplakken. En stel jezelf ook de vraag, waarom vind ik het nou inspirerend? Dus kijk naar je beeld die je hebt gemaakt en probeer op te schrijven, ik vind dit inspirerend omdat. Schrijf die woorden ernaast, want die woorden zeggen ook weer heel veel over wie jij bent als ontwerper. Voor we gaan afsluiten heb ik nog een paar waardevolle tips voor jullie. Namelijk tip 1. Zorg dat je altijd een schetsboek bij je hebt. Een klein boekje met een pen. Zodat als je ideeën hebt in je hoofd, hup, schrijf het meteen op. En
ga even uit die telefoon en ga analoog in het boekje. Tekenen, woorden, schrijven, maakt niet uit. En denk ook niet van, oh, dit moet perfect. Nee, dit is gewoon jouw hoofd op papier. Tip 2. Loop je nou vast in je inspiratie en denk je, ik weet het echt even niet meer. Ga dan even kijken naar je kernwoorden en die dus iets zeggen over jou als ontwerper of over jouw product. En Google deze woorden eens en kijk naar Google Images en wellicht dat je door het zoeken van die woorden weer op nieuwe inspiratie komt. Voeg ze ook eens in bij Pinterest. Is ook een hele fijne website om te kijken en beelden te verzamelen die passen bij jouw inspiratie. Bedankt voor het kijken naar deze Skills Masterclass. Ik vond het super leuk om jullie dit uit te leggen. Ik hoop dat je door middel van deze video veel meer erachter kan komen wie jij bent als ontwerper en wat jij dus te brengen hebt aan de wereld. Ik wens je super veel succes met je komende loopbaan en wellicht tot de volgende keer. Dankjewel, doei!